Dus u bent staatssecretaris van Defensie. U volgt het nieuws in Oekraïne uiteraard met bovengemiddelde interesse. Vanochtend het grote nieuws over de stuwdam die daar is ingestort. Wat is uw eerste reactie daarop? Ja, het is echt heel erg zorgwekkend. Vanochtend op NOS ook even die nog niet geverifieerde beelden gezien. Maar ja, dat ziet er heel zorgwekkend uit. We kunnen op dit moment ook nog niet vaststellen wie het heeft gedaan. Maar in het geval dat de Russen dit hebben gedaan, dan laat het denk ik absoluut zien hoe ver ze bereid zijn ook om te gaan om ten koste van de burgerbevolking de oorlog in Oekraïne te voeren. Dus dit is echt een hele grote zorg. Ja, u gooit het dadervraagstuk al even op. Rusland wijst naar Oekraïne. Oekraïne wijst weer naar Rusland. Ik proef een beetje in uw stem dat u er toch vanuit gaat dat het de Russen zijn. Ja, ik moet gewoon even snel geschakeld echt even vasthouden aan dat nog niet is vastgesteld wie dit heeft gedaan. En tot die tijd, maar ik snap natuurlijk heel goed de verwachting en de beeldvorming hieromtrent. Maar juist in dit soort oorlogen moet je precies zijn in het duiden. We hebben het niet vastgesteld, maar stel dat de Russen dit hebben gedaan, dan laat het absoluut zien hoe ver ze gaan. Ook ten koste van de burgerbevolking, want je zult maar gewoon in je bed liggen. Mm-hmm. En je denkt, ik krijg nu geen bom op mijn hoofd, maar ineens sta je onder water. Dat is een vreselijke beeld. En stel dat dat zo is, dat de Russen dat hebben gedaan, horen daar dan ook extra sancties bij wat u betreft? Waarschijnlijk niet aanvullend op hoe het nu gaat, want de oorlog is al gruwelijk. En dit past gewoon in het rijtje van gruwelijkheid. Ik dank u voor uw toelichting. Staatssecretaris van Defensie, Christel van der Maat. Ja. Als we dan eventjes toch naar die aankopen van die helikopters gaan. Klopt het inderdaad, hij krijgt nu ineens veel makkelijker geld bij elkaar om dit soort aankopen te doen. Zegt dat iets over hoe we er de afgelopen jaren mee om zijn gegaan of zegt dat meer iets over deze tijd? Dat zegt meer iets over deze tijd. Die bezuiniging, daar was al wel langer kritiek op. Vooral door een aantal rechtse partijen. Zeiden we moeten veel meer investeren in Defensie. We hebben veel te lang bezuinigd. Maar ja, dan komt er zo'n oorlog en dan opeens is alles anders. En dan zijn er partijen die heel lang voor bezuinigingen waren. Opeens ook voor het feit dat er miljarden investeringen gedaan moeten worden. En we zien constant, nou nu vandaag ook weer de urgentie van het blijven steunen van een land dat in oorlog is. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zijn alle, heeft hij de wind in de rug om dat nu te doen. Ja, en dan over die oorlog. We zien nu hoe ver dat kan gaan. Dit is een stuwdam. In oktober hadden we het er al over dat deze misschien, dat dit zou kunnen gebeuren. En nu gebeurt het ook. Dat is dan toch weer schrikken. Ja, nou, als je ziet wat een partij water dan in één keer die vallei binnenkomt. En dan maak je echt, nou, we lezen net tientallen dorpen kunnen onder water komen. Ja, je maakt je ernstig zorgen over de mensen die daar wonen. En die moeten natuurlijk zo snel mogelijk hulp krijgen nu. Zijn dit dan ook de berichten waardoor het toch weer eventjes dichterbij komt? Ik denk het wel, ja. Ja, zeker omdat we in Nederland natuurlijk ook onder water leven. Hè. We hebben daar natuurlijk ook een geschiedenis mee. Dus ja.